Op 3 maart 1945 voltrekt zich een ware ramp in Den Haag. 56 Engelse bommenwerpers droppen 65.000 kilo brisantbommen op de Haagse wijk het Bezuidenhout in plaats van op de V2-installaties in het Haagse Bos. 550 doden zijn het triest gevolg. Wat is het verhaal achter deze tragedie? Het was immers klaarlichte dag, een strak blauwe lucht, het was windstil en het waren stuk voor stuk ervaren piloten. Welke rol heeft Prins Bernhard gespeeld? En wat was de connectie met meesterspionne Mata Hari? In de krochten van de bunker van Zeiss-Inquart, de voormalig Duitse Rijkscommissaris, ontmoet ik Thomas Ross, een van de meest toonaangevende thriller-auteurs in ons land. Samen gaan we terug naar de zwartste dag in de Haagse geschiedenis. Is hij in staat het raadsel van 3 maart 1945 te onthullen? Thomas, ik wil even met je terug naar die bizarre dag, 3 maart 1945. De situatie is dan als volgt, dat de geallieerden zijn ver gekomen. Het zuiden van Nederland, Brabant, Limburg zijn bevrijd. Zeeland is ook al bevrijd, er wordt nog gevochten. Goeree-Overflakkee niet, in Zuid-Holland, er wordt gevochten. De geallieerden hadden besloten om het westen van Nederland, dus de Randstad, eigenlijk te laten liggen en direct door te gaan naar Berlijn. Daar zit wel wat in, maar tegelijkertijd was er afgekondigd een spoorwegstaking, zodat er geen voedselvoorraden meer naar het westen kwamen. Mm-hmm. En ook had consequentie dat de Duitsers zich hier, met name ook in Den Haag, erg concentreerden, want die werden niet meer aangevallen, de rest ging door. Hè. Dat betekende dat de Duitsers hadden, met name in het Haagse Bos, maar ook op andere plekken in Wassenaar, V2-installaties. De V1 was een eerste soort raket die ze afvuurden op Londen, die kwam meestal direct weer terug. Je weet het, dat zijn die verhalen, ja. Duitsers staan met hun vingers in de oren schieten in V1. Mijn schoonvader was een jongen van 18 en woonde in de Bankastraat en is toen aan één oor doof geraakt. Want daarnaast kwam zo'n V1 op Londen in de Bankastraat terecht. Nou ja, zo ging dat vaak. Maar die V2 waren wat geavanceerd. Maar de V2's waren ook, die mislukte ook wel vaak. Maar goed, die werden afgevuurd op Londen in een soort po. Het geallieerde opperbevel besloot toen in Noord-Frankrijk 63 bommenwerpers, Mitchells en Boston bommenwerpers, op te laten stijgen. Royal Air Force. En naar Den Haag te laten vliegen om de mobiele installaties in Wassenaar op een landgoed en het Haagse Bos tegenover de wijk het Bezuidenhout uit te schakelen. Dat zijn mobiele lanceerinstallaties. Hè. Die kan je makkelijk verrijden, onder de bomen verschuilen en op zo. Van die 63 bommenwerpers zijn er 6 de weg kwijtgeraakt. Die zijn teruggekeerd, die wisten het allemaal niet. 56 bommenwerpers komen in de vroege ochtend van de 3 maart 1945 boven Den Haag. Stralend weer. Goed zicht. Want ze zitten ongeveer op 800 meter hoogte, komen ze aanvliegen. Nou ja, we weten wat er gebeurd is, ik zal het vertellen. Het bombardement heeft plaatsgevonden op het Bezuidenhout, niet op het Haagse Bos. Daarbij zijn 550 mensen om het leven gekomen. Dat is heel veel, als je dat vergelijkt met Rotterdam. Er zijn er 800, maar goed, dat is heel veel. Nou, het is altijd een raadsel geweest waarom zulke geroutineerde vliegers, niet het Haagse Bos, wat je onder je moet zien als één grote strook groen, wetende dat daar dus verscholen zitten die mobiele lanceerinstallaties, dat je direct daarnaast de Bezuidenhoutse weg aan de overkant een woonwijk onder je ziet waar mensen lopen. Ja, geen verkeer, natuurlijk geen trams, maar huizen. Je weet dat het daar niet was. Nou ja, er is 65.000 kilo brisantbommen naar beneden gegooid. Kijk, als één vliegtuig verdwaald is, snap je het nog. Als één piloot gek is, snap je het nog. Maar allemaal. De verklaring daarvoor zijn van de Royal Air Force gekomen, want die zaten er behoorlijk mee in hun maag. Wat hebben we gedaan? Dat er harde wind was. Nou, die was er dus niet. Het was een en dan nog harde wind. Maar je kunt je richting bepalen. Andere verklaring was, één navigator, dus de eerste dus, de leader van het squadron, zou de kaart op zijn kop hebben gehad. Maar als je de kaart op zijn kop zet, als je dat doet, dan nog zie je het Haagse Bos daar zitten. En, toch? Ja. Dus heel lang is gezocht naar waarom zouden ze dat bewust hebben gedaan? Want daar komt het dan bijna op neer. Dan moet je weten dat in de oorlog, in het Nederlandse verzet, bestaat voor grote delen uit geïnformeerde jongens en meisjes. En communistische jongens en meisjes. Die communisten zaten op de echte oude plaatsen waar havens zijn. Dus Rotterdam, Zaandam. Ja, ja, ja. Maar gek genoeg zat in het Bezuidenhout een zeer sterke communistische groep. In Londen, waar onze regering en Wilhelmina en prins Bernhard in ballingschap zaten,
En waar echt de hele tijd werd geanticipeerd. Wat gaan we na de oorlog doen? Hoe gaan we het zien? Wilhelmine met name had idioot idee hoe dat dan moest. Het moest een theocratie worden. Dat wil zeggen, zij een theocratie onder God. Theos is God in het Grieks. Onder God en dan de koningin. En geen parlement meer. En die oude partijen uitschakelen. Nou ja, een groot christelijk koninkrijk. Betekent dat ook dat zij die communisten als een soort bedreiging zag? Ja, dat heeft, en met name haar schoontoon Bernhard. Ja, Bernhard is een echt zo'n anti-communistische ijzervreter geweest. Altijd flink aan de Amerikaanse kant. Vandaar dat hij ook later, in de jaren 50, erg pleit voor NATO. De hele Koude Oorlog met de Amerikanen, de CIA bevriend raakte. Maar ook Churchill, dat deelde hij met Bernhard. Hoewel Churchill Bernhard haatte en wantrouwde als de pest. Ja, Churchill, waarom dan? Een German. Oké. Kijk, Churchill heeft geweten dat Bernhard voor de oorlog lid was van de SA en van de SS. Hoe Bernhard dat heeft ontkend, maar we hebben zijn lidmaatschapsbewijs gevonden. Goed. Churchill zei altijd, once a German, always a German. En je weet, hij zette ook in de oorlog in Londen geheime agenten op Bernhard alleen. Hè, kijken wat hij doet. Eén van die geheime agenten is Bernhard later bevriend mee geraakt. Is Ian Fleming, de schrijver van de James Bond verhalen. Bernhard heeft ook altijd gezegd, ik ben James Bond. Hij heeft het van mij. Want Bernhard bestelde inderdaad altijd drankjes met vrouwen in nachtclubs in Londen. Zei dan, shake and not stir. Dat is van Bernhard. Maar dat is een heel ander verhaal. Goed, maar je zou dus kunnen... Goed, het is wel van Bond. Ja, dat is heel mooi. Later is gebleken dat Ian Fleming prins Bernhard eigenlijk haatte. Want hij, ik weet het boekje niet van de James Bond-reeks. Maar een tegenstander van James Bond, die ook uitschakelt in een van de boeken, heet Count Lippe. Lippe is de achternaam van... Van Bisterveld. Van Bisterveld, ja. Van Bernhard. En daarna hebben de heren elkaar ook nooit meer gezien. Maar goed, in Londen was de angst heel groot bij die kabinetten in ballingschap. Dat communistisch verzet was heel populair, want het deed hele goede dingen. Redden onderduikers, redden joden, sabotageactie. Ja. Dat werd heel sterk. Dat is ook zo, want in de verkiezingen na de oorlog in 1948... haalt de CPN, de Communistische Partij Nederland, tot schrik van mijn vader en de BVD... haalt 8% van de stemmen. Dat is veel. Dat is veel. Ja, het was dus heel populair. Dus men was heel bang in Londen dat die hele ideeën van dat nieuwe christelijke koninkrijk Nederland... dat zou eens mis kunnen lopen als die communisten direct met parlementaire verkiezingen daarna het voortouw zouden nemen. En die angst was al heel groot, want iedereen wist, maart als dat bombardement is... de Russen zaten op nog geen 100 kilometer van Berlijn, want ze pakken het in april. Rusland was zeer sterk teruggekomen, had Hitler verslagen, zeer populair. In Italië is de communistische partij heel groot, in Frankrijk is die heel groot. Het was een soort oorlogsbedreigende waaier, maar niet in Nederland dan. Nou, de complottheorie achter het bombardement op het Zuiderhout zou zijn dat in Londen, en dat zou met medeweten met name van Bernhard zijn geweest, van Wilhelmina weten we dat niet, om die cel uit te schakelen. Die grote, sterke verzetsgroep in het Zuiderhout. Bewust. Dus onder het motto van... Dat gaat nogal ver, hoor, om dat te veronderstellen. Dus onder het motto van luisterers, we schakelen de V2-installaties uit... die eigenlijk geen bedreiging vormde voor Londen. Het was vervelend dat er af en toe eentje op Londen kwam. Maar is dit nou zuiver een these of zijn er... Nou, ik vind het een heel... Nee, er is geen andere verklaring voor. Nee. Dat 56 bommenwerpers bij zulk stralend weer... Wat ik wel geestig vind, is dat bij dat bombardement op het Zuiderhout... werd de binnenstad ook geraakt. En een van de hele mooie dingen, en hij wordt weer herbouwd... als ik de goede informatie heb in Den Haag. Op de plaats waar nu de Amerikaanse ambassade nog staat. Ja. En je weet helemaal, iedereen wil dat ding weg hebben. Het gaat ook weg. Nou, toevallig ken ik de eigenaar van de ambassade. Dus de grondbezitter. Daar gaat herbouwd worden, als het allemaal doorgaat... het hele beroemde vooroorlogse hotel Pauli. Ja. In dat hotel, en dan kan we een andere Haagse spionageaffaire even tussendoor... woonde heel lang in 1917 de wereldwijd beroemde spionne Mata Hari. Die had nog geen huis in Den Haag. Die was stampend rijk uit Duitsland teruggekomen. Die kon niet naar haar huis in Parijs, want in de Eerste Wereldoorlog lag het front helemaal dicht. Dus ze moest al naar Nederland. Kijk, Mata Hari was een vrouw uit Leeuwarden. Nou, dat weet ze, is een wereldberoemde danseres geworden. In Parijs gegaan, dat soort dingen meer. Ze gaat waarschijnlijk spioneren, dat is niet helemaal duidelijk. In elk geval, nu hebben we het over de Eerste Wereldoorlog. Hè. We zijn wel eventjes in 1914, 1918. Ja. Enfin, de link met Bernhard ligt er vanzelf al. Ja, want Mata Hari gaat ook naar Duitsland. Nee, Mata Hari trad op in Berlijn. Wereldberoemd, noem maar. Iedereen ging daar kijken, noem maar. Ze wilde terug naar Parijs, waar ze woonde. Daar buiten woonde. Ze had een landgoed. Ze was stampend rijk. Ze kon niet meer terug, want het was het front. Duitsland, Frankrijk. Je kon er niet meer door. Niet meer door België. Toen is ze naar Den Haag gegaan, waar ze mensen kende. Daar heeft ze een tijd in Hotel Pauli gezeten. Vervolgens heeft ze toen een leuk huisje, want je kan er nog in, op de nieuwe uitleg nummer 16 gekregen.
Nou komt er een mooi verhaal. Ik schreef een jaar of 8 geleden het grote boek Mata Hari. Mm-hmm. En mijn vrouw en ik hadden... Nee, langer geleden. Mijn vrouw en ik hadden net een huis gekocht in Den Haag. En mijn buurman toen was 98. Nu is hij helaas zaliger. En die zei, helemaal goed hè. Schrijf jij een boek over Mata Hari? Die heb ik nog gezien. Dat is natuurlijk prachtig, ja. Toch? Mooi. Want hij was, toen nou reken maar uit, maar hij was een jongen van een jaar of 14 toen zij in Den Haag kwam. En hij werkte bij, als jongen, na de lagere school, want daarna deed je niks meer. Hij werkte bij de Chili Salpeter Maatschappij en die had een pand waar die jongens dozen, kartonnen moesten maken, noem maar op. Zo, dat was een leerling. En dat was tegenover Mata Hari, nieuwe uitleg, aan de andere kant. Dat heet het Smitswater. Ja, pakhuisje was dat. En die oudere jongens, de gezellen, moesten altijd zo ontzettend lachen. Want op de brug bij de Hooigracht parkeerde eens per week een limousine. Nu hebben we het over 1917, hè? Dan is 1916. Dan is Mata Hari, woont het niet waardelijk. Naast Mata Hari woonde een mooie, befaamde pianolerares in Den Haag. Uit de limousine op vrijdagmiddag stapte prins Hendrik, de echtgenoot van Wilhelmine, die had pianoles. De man kon voor geen meter spelen, echt niet. Maar een tas vol partituren, noem maar op zo. Maar dat was één hoog woonde die pianolerares. En één hoog zaten zij ook die doos aan de andere kant met water in te pakken. Dat is fantastisch, Den Haag. En dan gingen de gordijnen altijd dicht. Wat niet bepaald nodig is met een pianoles, toch? Integendeel. Nee, lijkt me niet. Nou, een half uur later was de prins uitgespeeld, zullen we maar zeggen. En liep dan terug naar de limousine, gulp weer dicht, nam de sigaar weer aan van zijn chauffeur. En dan reden ze weer terug naar Noord-Einde of naar weet ik wat, dat soort dingen meer. Later, en dat is altijd omstreden geweest, dat was, leerde hij Mata Hari. Ze hebben elkaar wel ontmoet, ja, ja. Mata Hari kennen. Nou, dan zou Mata Hari, want Hendrik was niet vies, niet van jongens, niet van meisjes. Eigenlijk ook geen wonder met Wilhelmina. Het is nog een wonder dat Juliana geboren is, zullen we maar zeggen. Het zou best kunnen dat Hendrik met Mata Hari een relatie had. Mata Hari spioneerde voor de Duitsers, spioneerde voor de Fransen, spioneerde voor iedereen die maar wilde. Ik heb proberen uit te rekenen met hoeveel mannen ze naar bed is geweest voor dat boek. Maar ik, bij 356 zo raak ik de totale tel kwijt. Want dan gaat ze nog naar Parijs met een Rus, met iedereen. Mm-hmm. Hendrik had goede contacten met Duitsers. Is een Duitser van Mecklenburg. Ging ook nog veel naar Duitsland. Dat kon niet meer in de Eerste Wereldoorlog. Den Haag was in de Eerste Wereldoorlog een spionagenest. De Engelsen, de Fransen, de Tsjechen. Iedereen zit hier in Rotterdam en Den Haag. Hier zijn de diplomaten, hier zijn de ambassades. Ja. Nou kan het best zijn dat Mata Hari bepaalde informatie had willen hebben voor zover Hendrik dat dan had, via de Duitse ambassadeur hier of via wat dan ook. Want wij waren een neutraal land, wij waren niet in oorlog. En dat ze die in bed aan Hendrik heeft ontfutseld. Dat zou kunnen. Even terug naar prins Bernhard. Dat zou dus betekenen, als voor jouw theorie, als dat zou zijn, dat hij mede verantwoordelijk is voor het bombardement op Zuidhout, als ik het heel plat zeg. Ja, maar die these is niet van mij, dat mag je me niet doen. Ik heb toch al zoveel aanvaringen met koning en ook met Bernhard gehad. Maar goed, dan zeg ik het. Nee, maar je kan wel plannen. Kijk, Bernhard zat bij het geallieerd opperbevel in Frankrijk. Direct, Bernhard had heel graag meegewild met de invasie 6 juni 1944. Dat mocht niet, want het was een zootje wat hij eigenlijk commandeerde. Dat noemen we de Prinses Irene Brigade. Er zaten goede jongens bij. Maar ze mochten niet mee, tot zijn woede. Want Polen mochten mee. Iedereen was op die stranden te vinden, hoor, 6 juni 1944. Maar wij niet. Was dat zijn brigadepaadje? Irene Brigade? Dat in het begin Bernhard helemaal niet. Want hij wilde niet dat de naam van zijn dochter Irene eraan gegeven werd. Want niemand kon. Want het was, maar uiteindelijk is dat een redelijk gedisciplineerde groep van 1200 brigadisten geweest. Die mogen op 8 augustus, 2 maanden later, overkomen. Want het front liep vast in Normandië. Ging niet zo snel als we dachten. Aan boord daarvan hebben die jongens verkeerde koffiemelk gedronken. Dus die kwamen al ziek, zwak en misselijk aan de overkant aan. En die moesten verpleegd worden in plaats van dat ze konden vechten. Bernhard des Duivels natuurlijk, want hij wilde nu wat laten zien 2 maanden later. Enfin, ze trekken door Noord-Frankrijk mee, ze zijn een beetje hersteld. Ze vechten, ze hebben hele zware gevechten geleverd in België, in Brabant. Maar Bernhard, ja, ijdele man en toch opperbevelhebber namens Wilhelmina van de Nederlandse troepen, wilde toch echt graag als een held gezien worden in Nederland en wilde graag in elk geval 1 Nederlandse stad veroveren. Hij was goed met Eisenhower. Generaal Eisenhower, later president, was dé opperbevel van de geallieerde troepen. Die dacht, ja, dat moeten we doen, dit is Nederland. Maar die vertrouwde hem wel, in tegenstelling tot Churchill. Ja, die vertrouwde hem wel, want hij is een vriend graag met Eisenhower. Goed, Bernhard heeft afgesproken met het opperbevel. Weet je wat dan? Dan veroveren wij, dit speelt in oktober 1944, dus voor het bombardement bij Zuidenhout. Jij mag Tilburg. Dat was afgesproken, dat geallieerd op het bevel hebben. Die gaan allemaal dan, die Randstad blijft links liggen, wat ik zei. Daar komt die hongerwereld vandaan. En zij trekken door naar Arnhem, is mislukt, maar zij trekken door naar het oosten.
En Bernard mocht Tilburg doen met de Irene Brigade. Maar dat had een Schots regiment niet gehoord. Of niet begrepen, of die Schotten hadden daar geen zin in. Die zijn gewoon doorgelopen. Dus de, je weet het, de doedelzak voorop. In keelt, huppakee, tuutudelu. En die had Tilburg gewoon ingenomen. Ja, maar Bernard had altijd Polygoon al klaar. Zijn Polygoon is de film... Ja. Al klaarstaan om daar zegevierend zelf aan het hoofd van zijn troepen in een jeep binnen te komen rijden. Dat is ding meer. Dus weer des duif. Prachtig verhaal, toch? Ja. Ja, daar lagen natuurlijk allemaal dode Duitsers, want die Schotten waren even aan de gang geweest of zo. Ja, die waren daar eigenlijk in de eerste plaats geloof ik niet voor te vinden, maar dat is allemaal geregeld. Dus die hebben Duitse helmen opgezet, die extra, dus een hakenkruisje daar. Dus die hele bevrijding. Dus die hele scène daar van Tilburg. Dus in scène gezet, ja. Is gespeeld. De polygoonscène is gespeeld, ja. Absoluut. Helemaal. Dus het was eigenlijk een beetje een soort carnavalsoptocht. Ja, dat hebben die scène gedaan. Nee, goed, daarna is Polygoon natuurlijk gekomen. Dan zie je de zegevierende overwinnaars, wij dus. En Bernard dan, hij was er niet eens bij hoor trouwens, woedend zat hij ergens in een tentje, maar dan voorop natuurlijk in een jeep als eerste. Net zoals je op 7 of op 8 mei, ik ben de datum even kwijt, 1945, komt hij triomfantelijk Den Haag binnenrijden met die Irene Brigadiste erachter op het voorhout. Heel aannemelijk is dat of in Londen, en dan is het doorgegeven aan het opperbevel waar hij dus bij zat, in Noord-Frankrijk en in Brussel, dat daar gepland is, moet je luisteren, we gaan nu snel. De Randstad laten we nog liggen, maar het komt eraan, de bevrijding. We kunnen het niet tolereren dat in Nederland die communisten zo sterk worden, want je mag Stalin niet vertrouwen. In Italië is het al zover, noem maar op. In Berlijn gaat zo meteen vallen. In Nederland moet dat uitgeschakeld worden. Maar ik geef toe, dat is een ontzettende gewaarte. Want het rare is dat er een voorbeeld is daarvoor, en dat speelt in Nijmegen. In Nijmegen heb je een bombardement gehad in februari. En er gebeurt precies hetzelfde. Daar gaan Royal Air Force vliegers. De smoes is makkelijker. Ook met heel goed weer vliegen naar Duitsland toe. Duitsland werd enorm gebombardeerd. Ja, Nijmegen ligt ongeveer tegen de Duitse grens. Die vliegers hebben gezegd, ook zo'n squadron, ook zwaar gebombardeerd Nijmegen, veel dodelijke slachtoffers, hebben gezegd dat ze Nijmegen aanzagen voor een Duitse stad. Wat ook vreemd is, want ze bombardeerden Duitsland het Ruhrgebied al vanaf 42, 43. Ja, ze kenden de weg gewoon. Ze wisten het zonder radar allemaal te vinden. Ja, ja. En ook daar was een belangrijke communistische groep. Ja. Dus alweer. Maar even terug naar die rol van Bernard in verband met het bombardement op het Bezuidenhout. Is daar ooit officieel onderzoek naar gedaan, naar deze theorie? Nee, alle onderzoeken naar het Bezuidenhout stuiten altijd op dezelfde argumenten. Ze zijn ook geaccepteerd, maar onder groot protest na de oorlog. Want de Nederlandse regering was gedwongen echt, vanwege alle slachtoffers in Den Haag en alle vernielingen en branden, een onderzoek. Er is een onderzoek geweest. Wat is er uitgekomen? De Royal Air Force heeft gezegd, het is harde wind, altijd geweest. Nou, wat je zei, of de navigator heeft de kaart verkeerd omgehouden. En daar is het bij gelaten. Vanwege alle, denk ik, alle goede relaties. Het land moest worden opgebouwd. De Amerikanen hadden hier geen zin in, de Engelsen ook niet. De Amerikanen waren natuurlijk bij gebaat dat communistisch verzet niet in Nederland zou komen. Want je krijgt hier Marshallhulp daarnaast. Maar dat is van belang geweest voor de Amerikaanse relaties natuurlijk met Nederland en het continent. Dus niemand had er baat bij om dat uit te zoeken. En als het zo zou zijn dat het Nederlands opperbevel Bernard geweten zou hebben van uitschakeling van het communistisch verzet in Nederland. Ja, dat komt nooit naar buiten. Dat kan niet. Maar wat ik dan niet begrijp, hè, dat nooit een van die vliegers. Een van die vliegers die dat meegemaakt hebben, dat nooit uit de school heeft geklapt. Nee, maar dat heb ik altijd in groepsverband. Zijn er meer van dat soort zaken geweest, dat nooit iemand iets zegt. Snap je? Maar dat met bepaalde. Dat is in Vietnam ook gebeurd. Bepaalde Amerikaanse troepen die uitgemoord hebben, zo. Niets gezegd. Ook met onze politionele acties in India, ook niets gezegd. Maar zou dat een vorm van loyaliteit zijn of een mes op de keel? Ja, maar je bent allemaal onder de lul, toch? Ja. Want dan moet je toegeven, ik heb onderdeel uitgemaakt van een moordenaarsbrigade die boven Den Haag is gevlogen en die 65.000 kilo brandbom heeft losgelaten. Willens en wetens. Ja, ja. Dus ja, dat komt niet boven. Absoluut niet. Maar nogmaals, ik kan. Het is een hele gewaagde hypothese, dat geef ik toe. Maar ik kan geen enkele andere verklaring vinden op klaarlichte dag. Zoals die schoonvader van mij zei, aan één oor al doof. Stralend weer, heel Den Haag zag ze. En jij weet, als je in een vliegtuig zit, met name die lap groen, dat hele Haagse bos. En dat moet hem zijn, je kan het blind kan je het bombarderen. Is er nou vanuit overheidswegen wel eens gereageerd op deze theorie? Ja, dat het flauwekul is, dat het onzin is, dat het noem maar op. En die hebben dus die verklaring genomen van de Royal Air Force, onze bondgenoten. Het is een vergissing geweest. Het is, iemand heeft het richtingroer verkeerd gesteld. Maar het is toch aantoonbaar. Je hoeft niks te weten van vliegen. Dit is obvious. Dus hoe je het bent of verkeerd, dat blijft gewoon wederom een Haagse mysterie. Ja. En laten we hopen dat het maar ook blijft, eigenlijk. Ja. Proost. Proost.